Goedemiddag iedereen en welkom op dit webinar. In dit webinar gaan wij het aanbod van Freestocks bespreken. En samen met Tom gaan wij ook nog een aandeel bespreken. Vandaag namelijk het ExxonMobil aandeel. Maar eerst gaan we dus het aanbod van Freestocks behandelen. Ik ga ook eventjes op onze website gaan. Dus met Freestocks kan u Amerikaanse aandelen en optie commissievrij verhandelen. Dus dat is een zeer mooi aanbod, ook zeer laagdrempelig. Dus u heeft toegang tot de Amerikaanse markten waarop u die aandelen en opties verhandelt. De eerste optie die u dan bij ons heeft, is het commissiemodel. Voor zelftreedrekeningen, de mensen die we op dit webinar aanspreken, raad ik aan om het zero-commissiemodel uit te kiezen. Daar betaalt u dus 0 euro of 0 dollar voor het verhandelen van die Amerikaanse aandelen. Wij hebben een smart order routing naar alle beurzen en uitvoeringsplaatsen. Daarnaast zijn wij verplicht om de NBBO-regel toe te passen. Dus dat wil zeggen dat uw order steeds aan de beste bied- en laadkoers beschikbaar op de verschillende uitvoeringsplaatsen wordt uitgevoerd. En daarnaast heeft u ook geen maandelijkse inactiviteitskost. Het mini-commissiemodel bestaat er voor onze Stockbox-klanten, maar dat behandelen we in een ander webinar. Dus voor de mensen die zelftrading doen, kies het zero-commissiemodel uit. Wat u daarnaast nog qua diensten heeft, of waar u ook nog kan voor u aanmelden, daar hebben wij ook twee opties voor. U heeft het free pak en u heeft de geüpdate versie voor €9,99 per maand. In de free service heeft u toegang tot de Amerikaanse markten, waaronder de meest gekende uiteraard Nasdaq en NYSE zijn. U heeft toegang tot short selling, een web en een trading app voorhanden. Daarnaast bieden wij een overflow-tolerantie aan. Dit wil zeggen dat wanneer uw portefeuille net niet het bedrag van uw positie inneemt, dat wij deze toch nog toestaan. Daarnaast heeft u ook nog historische data en charts en real-time koersen tot uw beschikking wanneer u één order per maand uitvoert. Dus dit alles is gratis bij het uitvoeren van één order per maand. Aangezien dat we hier over de zelftreedrekening spreken, is één order per maand uiteraard geen onoverkomelijk heuvel. Voor de geüpdate versie heeft u ook nog toegang tot andere services van ons, waaronder de meest gekende of de meest gebruikte, de hefboom, de volledige hefboom. Dus dat wil zeggen dat u een 4-1 hefboom heeft intraday en een 2-1 overnight. Dus u kan intraday 4 keer, uw positie kan 4 keer zo groot zijn als de rekening, als uw rekeningstand, en tijdens de nacht 2 keer zo groot. Daarnaast heeft u ook een permanent demo-account en u heeft ook telefoon- en chat-support gratis ter beschikking voor u. Dus dit is eigenlijk de voorstelling van het zelftreedrekening, van de zelftreedrekening. Dus eigenlijk gebaseerd op twee keuzes heeft u uw rekening samengesteld. Wanneer we nu gaan kijken naar het platform, is het ook een zeer gebruiksvriendelijk platform. De opties die u heeft zijn het account, alle zaken gelinkt aan uw rekening. Dus waaronder account. Dus hier kan u uw account transacties, uw orders, uw posities, een pagina eigenlijk helemaal gelinkt aan uw account gaan opstellen. Daarnaast de tweede zaak die wij voorhanden hebben, is alle informatie gelinkt met de markten. Waaronder de meest gekende, ja, de chart. U heeft ook mogelijkheid tot een watchlist. We hebben mogelijkheid om de time and sales te afficheren en daarnaast heeft u een mogelijkheid om alerten op te stellen, kalenderalerten op te stellen. Dus uit deze twee opties kan u zelf uw pagina's gaan samenstellen.
Het gemakkelijkste, wat ik het gemakkelijkste vind, is bijvoorbeeld hier een workspace te maken, gelinkt aan uw rekening, dat u dan ook rekening noemt. En dat u dan gaat kijken van in de account welke informatie u graag wilt positioneren. Dus u heeft hier posities. U kan hier dan al uw posities gaan nakijken. Ook uw lopende orders kan u gaan opstellen. En dan kan u eigenlijk zelf beslissen hoe u graag de layout van deze workspace ziet. Een tweede workspace zou ik linken aan alles gelinkt aan grafieken. En kan u grafieken noemen. En ook hier dan kan u in de market gaan kijken en kan u er een grafiek inzetten. U kan er bijvoorbeeld een watchlist gaan inzetten. En u kan deze twee gaan linken met elkaar, waardoor dat wanneer u naar de watchlist gaat kijken, u heeft bijvoorbeeld publieke watchlists, namelijk de Nasdaq 100, en dan kan u deze gaan linken. Met uw grafiek, waardoor dat u de Nasdaq 100 gemakkelijk kan overlopen. De aandelen die u interesseren. Uiteraard hier, dat zijn zelf opgestelde watchlists door ons. Als u zegt, ja, de Nasdaq 100 interesseert me niet volledig. U kan zelf een persoonlijke watchlist gaan opstellen met 10, 20 aandelen die u interesseren. En u kan deze linken aan een grafiek, linken aan de time and sales, waardoor u steeds de actuele informatie ziet. Ook hier, als we gaan zeggen van, ik zou graag de time and sales zien, kan deze hier ook worden geafficheerd. Dus. Uiteraard, nu het is middag, de Amerikaanse markten zijn nog niet volledig open. Maar wanneer deze zullen opengaan, zal deze opgelijst worden. Als we dan naar het meest belangrijke gaan kijken, namelijk de grafiek, is dit ook zeer makkelijk te parametreren voor jullie. De eerste optie is uiteraard het aandeel die u kan selecteren. U kan hier, we zullen nu al direct het aandeel die we gaan bespreken erop zetten. Oftewel geeft u het tickersymbool in, oftewel geeft u de beschrijving van het aandeel aan. En dan ziet u dat het aandeel direct op de grafiek wordt gezet. Hier ziet u ook uw rekening. De aggregatie kan zeer gemakkelijk worden aangepast. Hier staat die nu standaard op 1 minuut, maar u kan die naar 1 dag uit gaan veranderen, waardoor u meer historische data ter beschikking heeft. Daarnaast voor het voorstellen hebben we een bar chart, een candle of een lijn. En daarnaast is het mogelijk om met een crosshair te werken. Dus u zegt van crosshair, dan gaat u over de grafiek en ziet u per kaars wat de open, wat de close, wat de high en de low van die kaars was. Hier met deze tool, de limiet en de stop, kan u zeer gemakkelijk een limiet gaan zetten in de markt of een stop gaan zetten in de markt. Dit is een tekentool, waardoor u een trendlijn kan plaatsen, een prijslijn, een ovaal kan tekenen. Dus heel veel, ook de Fibonacci's hebben wij ter beschikking, dus heel veel tekenmogelijkheden. Heeft de mogelijkheid om uit te zoomen, in te zoomen. En u heeft de mogelijkheid om indicatoren erop te zetten. We hebben hier, dit is een lijst van een 90-tal indicatoren. En u kan er maximaal 8 in de grafiek zetten. Als u bijvoorbeeld naar, ik heb hier de MACD, kan u deze parametreren. En wanneer u zegt van, die is volledig zoals ik wens geparametreerd, klikt u op done. En is die ter beschikking. Daarnaast om een order te plaatsen, ook zeer gemakkelijk. U kan op de buy en sell knoppen duwen. En hier in het order ticket kan u
een marktprijs gaan uitvoeren. Wanneer ja, nu de markt geopend is, kan u aan marktprijs, anders inderdaad aan limiet prijzen. En u kan deze positie direct beschermen door brackets. Dus een stop, een limiet. En bij ons noemt die exit OCO. Dus als u hierop duwt, kan u uw positie parametreren. En kan u deze ook direct laten beschermen. Ook moest u met verschillende contracten in de markt willen gaan, met 2 contracten, 3 contracten, kan u die op verschillende niveaus laten uitstoppen. Oftewel stoppen, oftewel door de limiet te bereiken. Dus u kan door meerdere keren op die exit OCO te klikken, kan u dus echt uw limieten, uw stops individueel gaan instellen. Daarnaast, uiteraard, wanneer die volledig geparametreerd is, klikt u hier onderaan op Confirm and Send en zal alle informatie in uw rekening informatie komen met uw posities, met uw orders. Zoals we al besproken hebben, dus ik ga dit eventjes naar beneden schuiven, dat onze grafiek iets overzichtelijker wordt. En ja, Tom, wat zou jij graag over dit aandeel zeggen? Ja, nou, dankjewel voor de uitleg al tot nu toe. Want ik heb wel eens aan een free stocks rekening, maar ik doe er niks mee. Want ik heb die Nasdaq 8 service zelf afgenomen. Dus ik hoef daarin niks te doen. Dus heel veel van die dingen die je nu verteld hebt, die wist ik nog niet. Dus ook voor mij is dit hartstikke interessant. Als ik deze grafiek zo zie, wat me dan opvalt, is dat de toppen heel langzaam omhoog gaan. En zou jij over die 3 toppen, dat is in maart 2023... en dan, wat is het, september 23 en dan in mei 24 daar een lijn trekken, zodanig dat die ietsje omhoog gaat. Dan moet die precies over de toppen gaan, want dan is het een langzaam stijgende en dan moet drie toppen moet die raken. En dat is eigenlijk wel van belang als je een lijn trekt, dat is dan voor iedereen die met technische analyse bezig wil gaan. Zo'n trendlijn is interessant als die 3 toppen raakt. En dan is het wel de vraag, ja, raakt hij hem precies? Is het nou goed? Het is natuurlijk een indicatie. Het is helemaal geen wetmatigheid in beton vastgezet, maar dit is wel van belang. En het geeft in ieder geval een lijn, we zien die toppen ietsje hoger worden iedere keer. Als we dat ook combineren met dan een lijntje over de bodems, waarbij de eerste, denk ik, in juni 2022 is, maar het zou ook kunnen zijn dat hij zelfs in april nog, dat die bodem nog mee kan, maar dan over de bodems. En die loopt, als het goed is, loopt hij ietsje sterker omhoog. Maar dan verwacht ik dat hij na juni en dan na september en dan vervolgens in 2024 voor maart, dat die 3 bodems, dat die in 1 lijn liggen. Zie je, als ik dat zo, ik schat het een beetje in, hè, want het is voor mij ook even zo van, nou, ik kijk er even naar, ik denk dat het ongeveer zo is. Maar als je die dan iets omlaag trekt, dan zal het wel redelijk uitkomen. En dan zie je dat in feite hier een niet een heel zuiver trendkanaal, want het loopt iets als een vlagpatroon loopt het eigenlijk toe. Maar je ziet toch dat er heel langzaam de zaak omhoog gaat. En ik vind Exxon een prachtig bedrijf. Het is weliswaar grijze energie, maar dit bedrijf is ook een AI actief energie. Een verhaal, maar dan ook met artificial intelligence zijn ze die distributie van energie aan het verbeteren. Dus als jij AI-aandelen zoekt, dan is dit er ook een, hoe gek het dan ook klinkt. Maar ja, dit is gewoon een AI-aandeel, want ze hebben heel veel techniek er al in zitten. Dus ik wilde dit eigenlijk het werken met het free stocks in combinatie met wat kan je dan allemaal met die grafiek. Ja, hier kan heel veel. 1 dingetje wat je nog niet hebt laten zien, Evelien, en dan misschien dat je dat even wil doen, dat is dat gekke trechtertje wat ons te boven staat. Zou je daar nog even willen laten zien? Dia. Daar zitten ongelooflijk veel, jij hebt me waarschijnlijk wel verteld, maar daar zitten heel veel mogelijkheden in om dus in de grafiek het een en ander te zetten. En maak daar een keuze voor jezelf. Je had hem net wel laten zien, maar ik wil het even toch vertellen. Maak de keuze voor jezelf. Niet iedereen gebruikt dezelfde indicatoren. Je moet voor jezelf zien, wat is voor mij prettig werkzaam en kan ik wat mee? Want ik ben een andere belegger als dat jij bent.
En zo is iedereen uniek. En wat voor mij goed werkt in de methode waarop ik werk, zou voor jou wel eens helemaal niet uit kunnen komen, omdat je of sneller handelt, of juist veel trager handelt, of je hebt momentumbeleggers, je hebt mensen die zijn buy and hold. Dat soort zaken, die maken allemaal uit wat voor indicatoren je gebruikt. Dus op het moment dat je dan zegt van ja, ik zie iemand die gebruikt dat en ik ga het precies zelf doen, dan kan het wel eens helemaal verkeerd uitpakken, omdat je toch uiteindelijk voor iets anders kiest. Wat is het verschil tussen momentumbelegger en een buy and hold? Nou, die buy and hold belegger die kiest een aandeel en blijft erin zitten. Dit aandeel, Exxon, is een buy and hold aandeel per se. He, het is een hoeksteen aandeel en dat is buy and hold. Maar dat betekent niet dat je als momentum trader niks meer kan. Als je bij die grafiek rechts onderin kijkt, de MACD is daar ingevuld en die staat niet helemaal zoals ik hem zou zetten, maar dat geeft even niet. Je ziet toch dat die voor juli gekeerd is en nu positief is. En dat kan dus inhouden dat er nu een kering heeft plaatsgevonden in de grafiek. En dat zien we ook. We zien die koers omhoog gaan. Hij staat nu net bij de 119,09 is dan de koers. En ja, als die dan door die top, de vorige top heen breekt, dan heb je kans dat je weer iets hoger gaat. Dan is even het punt, we zien die toppen de laatste tijd een klein beetje hoger gaan. Dus je kan wachten tot die door die top heen is, maar dan gaat hij maar een klein beetje hoger. Dus beter zou het zijn als je op de bodem, dus die onderste lijn, als je die een keer raakt, dat je dan zegt van hé, dan stap ik in. En dan op het moment dat hij daadwerkelijk keert, dan heb ik het geluk. Of ik stap pas in als die keert, dat is helemaal mooi. Dan heb je een veel grotere beweging waar je dan in kan zitten. Als je momentumbelegger bent, maar ook voor een buy and hold, is dat het moment om dan in te stappen. Die zegt van hé, dit is een beweging die dan ook een beetje wat vermogen heeft en wat ruimte heeft. Want zou je nu op 104 instappen, ja, dan is er wel wat ruimte. Hè? Dan praat je toch al snel over een 15% die dan mogelijk is. En misschien zelfs wel meer als je tot aan de bovenste lijn komt. Kijk, en dan vind ik het al interessant om te zeggen als momentumbelegger van hé, hier zou je wat kunnen. Maar dit is dus niet het moment voor momentumbeleggers. Voor de buy and holds, ja, dan is het ieder moment goed als je je positie maar niet in één keer koopt. Dus zeg dat je bijvoorbeeld 3 keer een positie koopt. Ja, dan doe het nu over een maand en over 2 maanden. En prima, dat zou een manier kunnen zijn om een positie op te zetten. Maar zo moet je dus jezelf zelf zoeken naar wat voor jou lekker werkt en waar je je goed bij voelt. Er is gewoon geen beste manier, omdat iedere belegger anders is. Ja, eigenlijk wat mij betreft, Evelien, was dat het stukje met Exxon. Een extra dingetjes, indicatoren erin zetten zou kunnen, maar ja, je hebt er al eentje uitgelegd. Misschien zou je er eentje bij kunnen zetten om te laten zien wat er dan gebeurt. Een indicator, het maakt me niet uit welke. Bijvoorbeeld hier de Simple Moving Average. En dan deze wordt dan direct in de grafiek getoond. Ja, en die kan dan ook een indicatie geven van hé, waar gaat het naartoe? In ieder geval de beweging. Deze is wel heel erg volgend, dus dat is ja, bijna de koers, zou ik zo zeggen. Dan zie je dat die ook inderdaad een beetje verhogen, hè? Ja, ja, zo ja. Kijk, dan heb je wat meer dat hij een trend aangeeft. En nu zie je dus, wat ik net al zei, van de MACD zie je dat ook, hij is gekeerd. En dat zie je ook zelfs in de MA50. En dat is eigenlijk de laatste 50 dagen neemt hij dan als gemiddeld. En dan zie je dat hij ook aan het keren is. Dat kan een interessant moment zijn om te zeggen van hé, is dit aandeel koopwaardig. Maar realiseer je moet zelf je keuze maken. Er zijn dus hier 90 indicatoren. En ik kan je garanderen van die 90 zullen er zeker 10 en misschien wel 30 zijn die nu niet het koopsignaal geven. Terwijl er net zoveel zijn die dat wel doen. Dus jij moet voor jezelf kiezen. En dat moet je echt doen door je eigen beleggingen te houden tegenover die indicatoren. Van hé, wat werkt voor mij? Want het is dus echt niet zo dat alle indicatoren voor iedereen werken. Want iedereen is een andere belegger. En ik hoor dat zo vaak. Dat dan iemand
zegt hij, ah, dat werkt helemaal niet, dat is een waardeloze indicator. Ja, voor hem wel, maar voor een ander hoeft dat dus niet zo te zijn. Dus alsjeblieft, beleggen is een individuele sport. En die moet je dus ook individueel benaderen en dus zoeken naar je eigen ideale instelling. En het is leuk om te kijken naar een ander en dan daar een indicatie te hebben. Het beste werkt het als je gaat testen hoe dat dan daadwerkelijk bij jezelf uitpakt. En van iedere trade kan je leren, zowel een verloren trade als een gewonnen trade. Je kan er minstens van leren, waarom ging het goed, waarom ging het fout, wat heb ik ervan geleerd. Dus dat kan ik alleen maar meegeven als tip. En voor mij, ik zou zeggen, hey, ik vind dit nu interessant. Ik heb de aandelen overigens niet. Maar dit zou voor mij dus als belegger een moment zijn. Dus ik ga hier toch eens naar kijken of dit niet het moment voor mij is. Maar dat hoeft dus niet te betekenen dat dat voor jou ook zo is. Daar wil ik het wat mij betreft voor laten, Evelien. We zijn er pas over een paar weken weer. Denk ik. We gaan pas in augustus weer verder. Dus iedereen bedankt voor het kijken. En Evelien, ja, dan is die voor jou. Oké, perfect. Hartelijk bedankt, Tom. Wat ik ook nog eventjes wil meegeven, is dat wanneer u nu zegt van oh, het Freestocks-platform lijkt mij zeer leuk, zeker het commissievrij verhandelen van deze Amerikaanse aandelen, wij bieden ook een demo-account aan. Ik zal dit ook eventjes in de mail meegeven of in de pagina hieronderaan op ons YouTube-kanaal. Maar u kan een gratis demo-account downloaden. Dus dan heeft u toegang tot het Freestocks demo-account. Kan u zelf uw testen doen, zoals Tom aangegeven heeft. Eventjes de indicatoren testen. Zeer tof. En dan heeft u al een beginpunt om met die Amerikaanse aandelen te beginnen. Dan, inderdaad, zoals Tom gezegd, hebben we nu een pauze van 2 weken en dan zijn we er in begin augustus terug. Alvast een fijne namiddag, fijn weekend. Ook voor u, Tom. Dag en tot de volgende. Hallo.